Kelvin, hoe kun je nou filmen op Snapchat zonder dat je je vinger erop hebt? Kan dat nou? Nee, dat ga ik vertellen. We zijn er weer, jongens. Kelvin is back. We doen dit. Geen enkel probleem. Ja. Ik ben gewoon een blije jongen. Dat weten jullie toch? Ik ben gewoon een blije jongen. Ik ben wel moe. Daar niet van. Maar ik ben wel blije jongen. I look like shit. Echt. Ik zie er zo fucked up uit. Maar goed. Jongens. Welkom bij een nieuwe video. Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Kelvin. Ik ben één groot feestbeest. Zoals je weet. Altijd in voor een partij. Ik ga vandaag iets speciaals voor jullie doen. Ik ga dit niet voor mezelf doen. Ik doe dit namelijk voor jullie. Ik heb namelijk een verhaaltje. Komt ie. Mocht je afvragen waarom deze vinger. Dit is geen nagellak. Mijn vinger is tussen de deur gekomen. En dit gaat me niet weg. Het blijft zwart. Ik was in Aruba. In Aruba waren heel veel mensen die ook Snapchat gebruikten. Zoals ik. Snapchat is fucking leuk. Alleen op het moment dat ik dus ging snappen en bepaalde dingen ging doen op Snapchat, zei iedereen: hoe de fuck doe je dat? Hoe de fuck doe je dat? Hoe de fuck doe je dat? Ben jij een magier? Ben jij een tovenaar? Hoe doe je dat? Ik deed dus blijkbaar dingen op Snapchat waarvan zij niet wisten dat het kon. En toen dacht ik, yo, zij zijn waarschijnlijk niet de enige, maar dan zijn er waarschijnlijk nog meer mensen die gewoon niet weten dat bepaalde dingen kunnen op Snapchat. En toen dacht ik van, nou ja, misschien maak ik gewoon een video over Snapchat hacks. En hier ben ik. Ik doe het voor jullie, speciaal voor jullie gratis. Dus dat heeft me geïnspireerd om deze video te maken. Namelijk, ik weet gewoon een aantal vernuftigheden, een aantal handigheden die jullie misschien nog niet weten. En ik ben benieuwd hoeveel jullie van deze dingen hoeveel van deze dingen weet je al? Oké, dus geef deze video vast een duimpje omhoog als je tof vindt dat ik jullie help met dit. En als niet, dan doe je toch lekker niet, jongen. Goh, hè? Dan geef ik nog geen duimpje. Net alsof ik dood ga als ik niet genoeg likes krijg. Oké, hoe we dit even gaan doen. Ik kom eventjes wat dichterbij. Hallo. Hallo Kelvin, je ziet er kut uit. Dankjewel. Ik ga jullie even een aantal handigheidjes laten zien op Snapchat. Ik heb hier Snapchat, zoals jullie misschien wel weten. Super leuk. Maak even een selfie. Doe even een selfie maken. Doe maar. Hoppakee, ja, lekker. Top. Oh, dat is de verkeerde kant. Oh, ik ga even een snapje openen hoor. Eventjes. Ready for 21 dinner. I see you. Mocht je mij trouwens nog niet hebben op Snapchat, dan kan fijn. Mijn Snapchat is hilarisch. Kijk bijvoorbeeld deze. Fuck Joost. Ha. Mijn snap is Calvin, dus jongen gaan doen. Oké, let's go. Jullie weten natuurlijk dat jij... Ik ga even een mooi selfie'tje van me maken. Komt ie. Nou, deze selfie is prachtig. Dit is waarschijnlijk de mooiste selfie die ik ooit van mezelf heb gemaakt. Jullie weten dat je zo kan tekenen, hè? Ja, geen probleem. Hoppakee. Je kan gewoon lekker rood krassen en zo. Nou ja, leuk. Alleen jullie zijn er ongetwijfeld tegen het probleem aangelopen dat je hier een bepaald aantal kleuren hebt. Maar dat je bijvoorbeeld niet de kleur zwart of de kleur wit kan doen of de kleur bruin of zo. En dan denk je, hè? Ik wil graag bruin. Maar hoe doe ik het dan? Hoe doe ik het, Kelvin? Nou, hier ben ik vandaag om jou te vertellen hoe dit gaat. Dan gaan we het samen doen. Komt ie aan, oké? Kijk, het zit als volgt. Als jij met je vingertje, gewoon even gezellig met je vingertje, op rood gaat. En vervolgens helemaal naar de zijkant. Helemaal naar de zijkant. Dan zul jij zien dat hij verandert in de kleur white. I'm a white boy. I'm the official white boy as you can see. It's amazing. Maar dat is nog niet alles, dames en heren. Dat is nog niet alles. Je kan ook zwart. Ja, je zult dan wel raden natuurlijk. In plaats van naar boven, ga je naar beneden. And you go all the way to the right. And then you will see dat hij nog steeds wit is. Oh, kut. I fucked up. Oké, ik had het even fout gedaan. Je gaat helemaal naar beneden. En dan helemaal door. Helemaal door naar beneden. Come on. You can do this. You can do this. It turned black, man. It turned... Oh, kut. Het is gewoon zwart. It is black. It is black. En ik heb even mijn selfie gesaved. Ik vond hem te mooi. Mocht je nou bijvoorbeeld de kleur bruin willen of zo, mocht je nou een drolletje willen maken, dan kun je hem gewoon naar beneden slepen. Want als je kijkt, hij gaat eerst van rood naar bruin en dan pas naar zwart. Dus now you have bruin. En nu doe je gewoon gezellig dit. En nou heb je gewoon lekker bruin kleurtje. Lekker bruin. I'm from Aruba and I just got a bruin kleurtje. Nou, het is niet heel erg bruin. Het is wat meer donkerrood, maar jullie snappen het idee. Dus dat is zoveel lifehack nummer 1. Je kan gewoon verschillende soorten kleuren doen waarvan je niet eens wist dat je het kon. Hoe mooi is dat dan? Ik heb het gevoel dat de jongere generatie van tegenwoordig zeker weet hoe dat al moet. Dus ik ben benieuwd of jij al weet. Dus als jij deze weet, laat in de comments weten welke van deze tips jij al wist en welke niet. En dan gebeurt verder niks, maar dan weet ik meer of het hier gebruikt was. Ja, oké. Oké, Snapchat hack nummer 2 gaat over het volgende. We hebben natuurlijk allemaal last van het volgende probleem. Kijk, als jij wilt typen, als jij gewoon wilt typen. Nou, prima. Wow, ik heb echt de grootste tekst. Wacht even. Ja, als je gewoon gezellig wilt typen, doe je gewoon dit. Zo, dit paaltje is echt leuk. I just did a duckface selfie. It was so much fun. But right now we go home. Cause my mama wants me to go home. And then we can go party in the park. Hey, what the fuck is dit? Kortom, je kan maar een bepaald aantal tekens. Ja, je kan dus maar een bepaald aantal tekens doen. En dat is fucking kut. Want mocht je nou echt een leuk verhaal tellen hebben, maar dat kan niet. Dan kan je maar. Oh, hey. Ik heb de tip. Ik heb de gouden tip voor jullie. Kijk, het is vrij simpel. Het leven is vrij simpel. Laat me je dat ook even vertellen. Ik heb een manier
gevonden om gewoon langere tekst in je snaps te kunnen doen. Ja, weet je, kun je wel doen alsof ik dat niet kan, maar dat kan ik gewoon. Dus dan kun je wel stoer doen, maar tegelijkertijd ben ik gewoon degene die deze hacks heeft. Dus dat kun je wel moeilijk doen. Maar je kunt ook gewoon naar me luisteren, oké? Dank je. Wat jij doet, je gaat gewoon even naar je notities hier, als je een iPhone hebt. Ik weet trouwens niet of deze dingen ook op Android werken. Dat is een beetje ding. Ik weet niet in hoeverre Android hier ook zin in heeft in deze tips, maar Apple lukt het sowieso. Oké, wat je doet, je gaat er gewoon naar je notities. Je klikt twee keer op return. Of vier keer, oh kut, I fucked up. Je klikt gewoon twee of drie of vier of vijf keer op return. Vervolgens doe je select all, hoppakee. Dan heb je gewoon lekker vakje geselecteerd, niks aan de hand, geen probleem. Vervolgens kopieer je dit, hoppakee. En dan ga jij natuurlijk gewoon naar Snapchat. En dan plak je gewoon dat vakje hier, hoppakee. Bam. And before you know it, you have a whole vakje. Nu heb je een heel vak waarin je gewoon alles kan zetten wat je wil. Alles. Je kan gewoon boeken schrijven. Besef. Vanaf nu kun je gewoon boeken schrijven op Snapchat. Hoe fantastisch is dat? Ik wil graag wel bij elk boek wat geschreven wordt op Snapchat, wil ik nu dat daarbij staat dat door Calvin is meer mogelijk gemaakt en dat ik dus geld krijg daarvoor. Dankjewel. Ha. Ja, dat was tip nummer 2. Dus mocht jij nou hele liefdesverhalen naar je geliefdes willen typen over je naaktselfies, dat kan nu gewoon door middel van deze hack. Yes! Oké, de volgende Snapchat tip is gewoon geinig. Maar die hierna is echt fantastisch. Dat is echt de beste tip ooit. Daar zijn jullie natuurlijk allemaal benieuwd naar. Namelijk, Calvin, hoe kun je nou filmen op Snapchat zonder dat je je vinger erop hebt? Kan dat nou? Dat ga ik je vertellen. Maar eerst ga ik je nog wat andere tips laten weten. Oké, ik ga even een nieuwe selfie maken. Dit is mijn nieuwe selfie. Hij is fantastisch, al zeg ik het selfie. Oké. Kijk, ik kan iets leuks. Je hebt natuurlijk een bepaald aantal filters gewoon op Snapchat. Maar die zijn een beetje karig. Er zijn maar 4 of zo. It's fucked up. En mocht jij nou graag een filter willen die bijvoorbeeld, laat ik zeggen, blauw is, dan kan dat op de volgende manier. Kijk, wat je doet, het is vrij simpel. Wat je doet, je gaat gewoon naar tekst. Je typt gewoon een letter. Gewoon de D. Cause you all want the D, right? Ha! Vervolgens maak je deze letter, gewoon even, geef je hem een kleurtje. Blauw. Gewoon blauw. Je geeft hem gewoon een kleurtje, gewoon een mooi kleurtje. Gewoon lekker blauw. Gewoon niks aan de hand, prima. Wat je doet, en nu komt het, hè, let op mensen. Je vergroot deze gewoon fucking groot. En dan denk je, Calvin, maar blauwe filter, het is nu helemaal blauw. Wait for it. Dan ga je nog groter, je gaat nog groter. En je ziet het al, jongen, je ziet het al. Hoppakee, niks aan de hand. Ik heb gewoon een blauwe filter. Jongens, ik heb gewoon een blauwe foto op Snapchat nu. Ik ga hem ook gewoon plaatsen. Nee, ik ga hem wel even opslaan. Hij is toch fucking prachtig? Dit is toch vet, jongen? Dit is toch lijp? Nogmaals, dit was een leuke tip voor jullie. Dus veel plezier ermee. Ha. Oké, dan nu nog even tijd voor een andere tip. Eigenlijk voor 2 nog. Kijk, het zit even als volgt. Ik was dus in Aruba en ik ging dus dingetjes doen. En toen zeiden mensen, hé, hoe doe je dat nou dan? Dit was zo logisch voor mij. Maar blijkbaar zijn er nog mensen die het niet weten. Omdat dit pas met de laatste paar updates is geweest. Dus ik ga dit gewoon nu even doen voor jullie. Waarschijnlijk het grootste deel van jullie denkt, yo, Calvin, jongen. Maar dat wisten we al lang. Ga gewoon naar huis dan, of niet dan. Dan ga weg, man. Maar er is misschien een bepaald aantal mensen, bijvoorbeeld 2 mensen, die het nog niet weten. En deze is voor deze 2 mensen. Ik ga even een filmpje maken op Snapchat. Oké, je kan tegenwoordig dus inzoomen met 1 hand. En vroeger deed ik dat al. Ik zal het jullie even laten zien. Ik zeg trouwens vroeger, maar dat was net 2 maanden geleden. Als ik een filmpje maakte op Snapchat, dan deed ik dit. En dan ging ik gewoon, yo, zooming all the way. Yeah. Zo kon ik dus met 1 hand zoomen. Maar Snapchat dacht toen, weet je wat, we gaan het gewoon veel makkelijker maken. We gaan je gewoon met 1 vinger laten zoomen. Kijk, nogmaals, waarschijnlijk weet iedereen dit al, maar fuck jullie. Wat je tegenwoordig gewoon kan doen, is je kan gewoon je vingertje erop zetten en je beweegt het gewoon naar boven en it zooms for you. And you go back. And it zooms. And you can space it all out, man. Yeah. And je beweegt gewoon naar boven and it zooms for you. And you go back. And it zooms. And you can space it all out, man. Yeah. Dit is echt de kutste snap die ik ooit heb gemaakt. Nog een tip. Je kan tegenwoordig emojis op bepaalde plekken tracken. Laat me het even demonstreren. Ik ga even een filmpje van mezelf maken. Komt-ie. Ik doe dit gewoon voor de wetenschap, hè. Ik doe dit voor jullie. Kijk, wat je tegenwoordig kan doen, is dit. Kies even een leuke emoji uit. Dit zijn mijn favoriete emojis trouwens, mocht je dat willen weten. Oh nee, dit zijn mijn laatst gebruikte. Ik doe een hartje. Hoppakee. Cause life is all about love, right? Yeah, man. Wat je tegenwoordig kan doen via Snapchat is door, zeg maar, je kan het hartje gewoon bijvoorbeeld op mijn neus zetten. Dus het is heel simpel. Je legt gewoon je vinger op het hartje. Je houdt hem stil, dan gaat het beeld ook stil. Dan sleep je hem gewoon heen waar je wil. En dan laat je los. And then it happens. Wait for it.
Hoppakee, look at this. Isn't it amazing? Isn't it amazing? En zo kun je er ongeveer nog 28.000 extra bij doen. En dan wordt je snap alleen nog maar leuker. Fucking leuk is deze eigenlijk. En als jij nou een frequente kijker bent van bepaalde Snapchatters, dan wist je al lang dat dit kon. Maar ik zeg het gewoon nog even. Weet je, nu weet iedereen het. Ik bedoel, beter iedereen dan niemand. Wat? Hoppakee, het is tijd voor de ultieme Snapchat hack. Hoe kun je filmen zonder je handen te gebruiken? En mocht jij nou niet geloven dat dat kan, dan ga ik je even het tegendeel bewijzen. Komt-ie. Ik zal even een korte demonstratie geven. Komt-ie, ja? Komt-ie. Let op. Daar gaan wij. We doen dit gewoon samen met z'n tweeën. Wij doen dit samen. Dat gaat niet zo, hè? Nee. Komt-ie. Boom. Hoppakee. Er wordt gefilmd. Er wordt niet gefilmd. Wacht. Poging nummer 2. Komt-ie. Boom. Er wordt gefilmd. Niks aan de hand. I'm not even using my finger. Look at this. En vervolgens, kijk, er is gewoon gefilmd. Als je niet geloven, er is daadwerkelijk gewoon gefilmd. Look. Hello. Hé, maar Kelvin, hoe doe je dat nou dan? Nou, dan ga ik je even uitleggen. Komt-ie. Even rustig. Gaan we gewoon doen. Samen. Jij en ik. Let's go. Ik weet trouwens niet hoe dit werkt met Android, maar ik weet hoe het werkt met iPhone. Oké, het is vrij simpel. Pak je iPhone in je rechterhand of je linkerhand. Maakt niks. Doe maar gewoon één hand. Het mag ook zonder handen. Ik ben altijd bang dat die dan op mijn penis valt, maar dat gebeurde nu niet. Oké. Kom even dichterbij. Kom even bij Kelvin op schoot. Kom eventjes toe. Hier hebben we het telefoontje. Ja? Telefoontje? Hoppakee. Mijn telefoon staat trouwens op Engels. Dus mocht je daar nou problemen mee hebben, nou, het boeien. Je gaat naar settings. Hoppakee. Oké, doen wij. Je gaat naar settings. Hier. Paf. Daar zijn we. Hoppakee. Iedereen kent dit paginaatje. Iedereen kent deze. Niks aan de hand. Vervolgens ga je gewoon naar beneden en ga je dus naar General. General, ga je naar beneden. Tup. Klik op Accessibility. Ik weet niet wel hoe dat in Nederlands is, maar fuck it. Dan ga je helemaal naar beneden en dan kom je hier een knopje genaamd Assistive Touch. Waarschijnlijk is het in het Nederlands iets van hulp bij aanraken of aanrakingsassistent, weet ik veel wat. Pik je op, boom, dan kom je hier. Ik heb hier al twee erin staan. Maar wat je kan doen, je moet deze even aanzetten en dan krijg je dus zo'n lekker dingetje hier ook. Krijg zo'n lekker dingetje. Dit dingetje schuift zichzelf gewoon altijd lekker aan de kant, zodat hij niet in de weg zit. En wat je hiermee kan doen, hier kun je bepaalde dingen mee doen. Allemaal fantastisch. Vervolgens ga je naar Create New Gesture. Hoppakee, boom, niks aan de hand. Tap or swipe to create a custom gesture. A sequence of gestures will be combined into one multiple touch gesture. En wat je nu kan doen is vrij simpel. Je doet gewoon letterlijk, maakt niet uit waar, je houdt het gewoon in. Boom. Hou in. Het is even afhankelijk van hoe lang je wil dat je snap duurt, maar ik ga hem gewoon helemaal volmaken. Boom! En vervolgens druk je op stop. Oh, stop. Come on. En dat was hem. Dan klik je op save. Dan doe je gewoon save. Dan geef je hem een naampje, dus je mag noemen hoe die je wil. Je kan hem gewoon noemen handsfree Snapchat of zo, weet ik veel wat. Ik noem hem even lekker pakje boter. En nu staat hij gewoon hier. Nu staat hier lekker pakje boter. Bam. Het enige wat je nu hoeft te doen is naar Snapchat te gaan en dan eventjes dit dingetje in klikken. Oh fuck. Klik je hierop. Vervolgens ga je naar custom. En dan heb je dus hier een aantal staan. Hier staat ook lekker pakje boter. Dus ik ga naar lekker pakje boter. En dan enig wat je nu nog hoeft te doen, jongens. Dit is het moment. We gaan het ervaren. Je gaat het voelen. Je sleept dit dingetje gewoon hierheen. En je laat los. And then it happens. It does it. Look, it's magic, man. It's magical. And then it happens. It does it. Look, it's magic, man. En het enige wat je dan nog hoeft te doen is even die Assistive Touch weer uitzetten. Anders blijft hij overal op haar en dat is kut. Ik ben benieuwd hoeveel van deze Snapchat vernuftigheden jij al wist. Dus laat me in de reacties weten welke van deze jij al wist en welke je nog niet wist. En dan kan ik even kijken hoe behulpzaam ik ben geweest in de wereld. En dan voel ik me weer goed en heb ik weer een goede daad verricht. Deze, ja, leuk. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem hulpzaam vond of als je hem leuk vond. In beide gevallen mag je dat gewoon doen. En abonneer op mijn kanaal, want het is één groot feest. Elke week komen er 3 video's online waarin ik allerlei fantastische dingen doe. Dus dat wordt een feest. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie en ik ben het. Ah! Ik ben er gewoon later weer. Doei. Oh ja, volg me op Snapchat, Calvin. Dankjewel. Okay, de volgende eerste video van een YouTuber die ik ga kijken is van... Doe maar gamen. Yes. Oh shit. 2013, Job ziet er zo fucking jong uit. Job speelt even Happy Wheels. Nou ben ik ben de meest, ik weet niet hoe gamen werkt. Ja, ik weet wel hoe het werkt, maar ik ken heel veel games. Ik heb wel eens gehoord van Happy Wheels. I don't know what the fuck it is.